15% minder havengeld betalen. Dat geldt voor de zogeheten schone schepen die in Nijmegen aanmeren. Met 8 kastjes aan lantaarnpalen langs de Waalkade in Nijmegen meet de gemeente de uitstoot van schepen. Dat mag inmiddels ook wel, want met meer dan 300 schepen per dag kan je de Waal in Nijmegen zo'n beetje de A15 noemen. Als het zo doorgaat, dan is de grootste oorzaak van vervuiling in 2022 de aanmerende en passerende schepen in Nijmegen. Door de schone schepen te belonen, hoopt Nijmegen dat de vervuiling op termijn afneemt.